De badkamer is al lang niet meer de plaats waar je gewoon snel gaat wassen. Het moet ook een ruimte zijn waar we tot rust kunnen komen. Daarom zijn we hier vandaag bij badkamerspecialist X2O. Ik ben heel benieuwd om te horen met welke innovaties zij dit jaar gaan uitpakken. Hey, dag Anouk. Hey, dag Judith. Hi, hallo. En? Kun je een beetje je ding vinden? Ja, super knap. Ik vind het heel mooi. Maar vertel nu eens. Jullie volgen de trends op vlak van wonen en interieur echt van dichtbij op. Vooral natuurlijk die van badkamers. Wat kunnen we daar de komende jaren verwachten? Wel, we zien dat mensen meer tijd en aandacht besteden aan hun badkameraankoop. De tijd in je badkamer is tijd voor jezelf. De plek om de dagelijkse drukte volledig achter je te laten. Het is dus ook voor mensen belangrijk dat ze hun badkamer kunnen volledig persoonlijk inrichten. Naar eigen stijl, naar eigen smaak. Bijkomend voordeel van die flexibiliteit is dat je je badkamer volledig kan afstemmen op je beschikbaar budget en op de beschikbare ruimte. Nu, de meeste mensen prefereren een strakke badkamer, want die strakheid, zoals hier, die eenvoud in die lijnen, dat geeft ook een zekere rust. Ja, klopt. Mensen die op zoek zijn naar strak design, die vinden bij ons zeker een ding. Wat daarbij heel belangrijk is bij de keuze van je badkamer, is dat je een badkamer kiest waar je niet snel op uitgekeken geraakt. Een nieuwe badkamer koop je immers niet elk jaar. Met een strak design ga je echt voor een tijdloze keuze. Binnen Strak Design lanceerden we onlangs de Balmani Spinto. Die is verkrijgbaar zoals hier in een staande versie met 3 laden, maar we hebben bijvoorbeeld ook een zwevende versie met 2 laden. Ah ja. Wat ik hier ook wel knap vind, zijn die eikenelementen. Dat is wel iets meer verweerde eiken. Dat geeft dat direct zo'n warmere uitstraling. Ja, je krijgt hier ook een heel mooi evenwicht tussen zo die moderne strakke bovenzijde en die wat meer zo natuurlijke warme materialen daaronder. Mm-hmm. En ik zie ook geen handgrepen. Maak het zo wat meer tijdloos. Klopt, inderdaad. De reeks heeft zijn naam niet gestolen, want spinto betekent eigenlijk duwen in het Italiaans. Ah. Dus we kozen er inderdaad bewust voor om het meubel strak te houden, om geen naden en grepen te voorzien. Ja. En verder sluit de lade ook feilloos dankzij het soft closing systeem. Oké, dan moet ik eens testen. Bam. Judith, mensen gaan kleiner wonen, compacter, maar ze willen niet inboeten aan comfort. Hebben jullie daar ook specifieke oplossingen voor? Ja, ook voor kleine badkamers bieden we oplossingen zonder aan esthetiek te moeten inboeten, maar met evenveel opbergruimte en comfort. Binnen de meubelen bijvoorbeeld hebben we een compacte variant met een beperkte diepte. Qua baddouche kan je opteren voor een combinatie van beide en zelfs binnen de toiletten hebben we compacte varianten. Judith, ik zie hier een betonkleur en toch een houtstructuur. Die betonnen kleur, wordt dat vaak gekozen? Ja, de tijd dat beton synoniem staat voor grijs, lomp en saai is definitief passé. We vinden die kleur terug in de hipste badkamers. En hoe stoer je de look van je meubel maakt, dat bepaal je volledig zelf. Bijvoorbeeld door de keuze qua wastafelblad. Je kan het combineren met een verzoet graniet, of bijvoorbeeld met een composietmateriaal, of met solid surface. Solid surface. Mm-hmm. Ik ben daar zelf enorm fan van. Ik vind dat ook een enorm kwalitatief materiaal. Maar dat is toch heel prijzig. Dat was vroeger inderdaad voor de iets meer gegoede consument, maar wij lanceerden het materiaal binnen verschillende productsegmenten aan een zeer scherpe prijs-kwaliteit verhouding. Nu, ik heb hier heel wat elementen gezien die mij wel boeien. Kan ik hiermee ook verschillende combinaties samenstellen of is dat vast? Ja, natuurlijk. Ja. Mix en match noemen wij dat. We vinden het heel belangrijk dat je badkamer persoonlijk kan samenstellen. Dat je zelf kan gaan combineren met materialen, kleuren zoals je zelf wil. Dus bij ons kan dat perfect. Dat kan eindeloos. Oké, fantastisch. Dan ga ik nog wat inspiratie opdoen. Oké, succes.